Tora op Weert FM. Een hele goede middag. Ja, het is Weert FM Takeaway waar je naar luistert. En iedere zondagmiddag dan behandelen we op Weert FM de actualiteiten uit het Weerteland. Therese Huibrechts en Jos Leenders werkten de afgelopen jaren op de AZC-school in Weert, de Koala School. En met het einde van het AZC kwam er ook een einde aan de Koala School. De kinderen zijn weg. De leerkrachten zijn weer verspreid over de omgeving aan het werk gegaan. En ook het meubilair heeft een nieuwe bestemming gekregen. En ik heb Jos en Therese beide in de uitzending. Jos, Therese, goedemiddag. Goedemiddag. Nou Jos, ik ga even met jou beginnen. Waar gaat het meubilair naartoe? Het meubilair gaat naar Malawi. Mm. Naar een school daar. Eén school in Milongwe. Ja. Dat is de Sipala school. En een school in Zuid-Malawi. En dat is in Maganya, een meisjesschool. Het meubilair wat wij hier gebruikt hebben, dat is 5 jaar geleden hebben we dat bij elkaar verzameld. Dat was afgeschreven materialen en meubilair van de betreffende scholen in Weert. Daar hebben we ze opgehaald. Dus het meubilair dat gaat een derde leven tegemoet. Ja, wat mooi man. Hey, en Therese, ja. Dat project in Malawi, jij bent daar volgens mij wel al langer mee bezig, toch? Ja, ik ga vanaf 2009 naar Malawi. Mm-hmm. En dat is een beetje als een olievlek is dat gaan werken. En zo ook zijn we ook gekomen op de bouw van de extra lokalen bij de Chipala school. Het heeft ook de Philips van Holland school met Jan Leenders heeft dat vooral opgenomen. Nu zitten we in het zuiden met projecten en ook nog een project voor special needs. Dus kinderen die een stoornis hebben, dat kan op allerlei gebied zijn. En daar, die worden eigenlijk een beetje langs de kant gezet in Afrika, in Malawi. En hier kunnen we door middel van deze schenkingen, kunnen we van alles voor ze betekenen en meedenken. Ja, ik wil zo meteen heel graag weten hoe je hier ooit aan bent begonnen. Eerst even Jos. Dat meubilair en er gaan volgens mij ook medische hulpmiddelen naar Malawi toe. Hoe gaat dat de kinderen daar helpen? Nou, allereerst natuurlijk, die kinderen zijn gewend. De gemiddelde grootte van een klas, wat kinderen betreft, is zo'n 150 kinderen. Sorry? Dat willen ze nu terugbrengen naar 50. En het mooie is natuurlijk dat ze nu niet op de grond hoeven te zitten, maar aan een bestaand meubilair. Ja. En alle andere materialen die wij gegeven hebben, zoals kleutermateriaal, wat ook weer gebruikt is geweest en daar weer een derde leven kan beginnen. Mm-hmm. Dat kunnen ze nu gebruiken, niet op de grond, maar aan een tafeltje. Ja, zijn je nou echt 150 leerlingen per klas? Dat is een gemiddelde, ja. Dat zijn klassen van 300 zelfs. Jezus. Kom ik even terug bij jou, Therese. Waarom ben je ooit hiermee begonnen? Of hoe ben je met het project in Malawi in aanraking gekomen? Nou, door een pater, Jos Kuppes, dat is een Weertenaar en die is daar missionaris. Zijn nicht daar, dat is een vriendin van mij en zij zei op een gegeven moment van nou, misschien zou je eens naar Malawi moeten gaan om daar eens rond te kijken. Dus ik ben daar gaand eerste jaar alleen inderdaad rondgekeken, maar dan begint het te borrelen, want er is zoveel. Ja. Op kleine schaal te doen, want ik ben geen mens van grote projecten. Nou, dit is eigenlijk best een heel groot project geworden, maar ik ben meer van de kleine projecten. Dus doordat ik steeds schenkingen krijg, financiële donaties van mijn kennissenkring, van mijn netwerk, kan ik er eigenlijk van alles doen. Dus het is eigenlijk als een beetje een olievlek is het gegroeid. Ja, wat heb je de afgelopen jaren al allemaal bereikt daar en aan die kant van de wereld? Op heel verschillend gebied. Dat is van de aanleg van waterputten in een dorp, water. Pompen in een dorp, in ziekenhuizen heel erg veel materialen kunnen doneren, voor scholen meegedacht over hoe dat het misschien op een andere manier kan. En ik denk alleen maar mee, ik zeg echt niet wat ze moeten doen hoor. Want dat, met 300 kinderen weet ik ook niet zo goed wat ik moet doen. Nee. Maar we hebben daar, wat ik al zei, voor de ziekenhuizen heel erg veel spullen. En voor die, er is ook een school, dat heet de Kwacha School. Dat zijn analfabete vrouwen, die zijn nu
In een jaar tijd hebben die geleerd hoe ze moeten lezen en schrijven. Een groep van 150 vrouwen. En dat kunnen we nu weer doorzetten. We kunnen de leerkrachten betalen. En we kunnen materialen die nu ook in de containers zitten, kunnen daarvoor gebruikt worden. Dus dat is een klein beetje van wat ik allemaal al daar gedaan heb. Wat gaaf zeg. Nou, Jos en Therese, jullie mogen allebei van mij nog een hoop en een wens uitspreken voor het project waar jullie middenin zitten. Jos, bijvoorbeeld even beginnen met jou. Wat hoop je dat er in de toekomst nog meer kan gebeuren? Nou, allereerst hoop ik natuurlijk dat die twee containers die op de boot zitten staan en nu momenteel, dat die goed aankomen op de plaats van bestemming. Mm-hmm. En op de tweede plaats natuurlijk dat al die materialen die zeker een goede bestemming zullen krijgen. En dat de kinderen er ook heel veel plezier van aan mogen beleven. Ja, en jij Therese? Ja, ik vind het al helemaal geweldig dat in Weert het land Malawi al wat steeds beter op de kaart staat. Dat mensen weten wat het is, mensen weten hoe arm het is. Er zijn ook echt een aantal vrienden van mij al meegegaan daarheen. Die hebben zelf kunnen ervaren wat voor een land het is. En ik zou het mooi vinden als er nog een keer een groot project kan gebeuren en dat mensen alleen positieve reacties geven hierop. Ja, en op deze manier, zoals onze overkoepelende directeur zei, kan er toch een beetje van het Weertig onderwijs, DNA in Malawi verder groeien. Ja, prachtig. Ik dank jullie wel. Therese Huibrechts en Jos Leenders waren op Weert FM. Je hoort dus over de nieuwe bestemming van het meubilair van de Koala School en het Malawi-project waar hard aan gewerkt wordt. Jos, Therese, dankjewel voor jullie tijd. Graag gedaan. Graag gedaan. En succes ermee.